Helemaal droeloe op de takelwagen. En hier is nog een kamer. Dit hebben jullie nog nooit gezien. Dat is perfect in de rimpositie. Dat is toch niet de bedoeling van deze? Boys, we zijn er weer met een nieuwe vlog. Vandaag weer een vlog in donker, want het is letterlijk al donker. Het is avond en we gaan richting Björnsebied. Standaard weer een paar verlaten locaties bezoeken. En weer even mee op pad met de takelwagen. Zien jullie dat vogelnest op mijn kop? Het is echt raar vandaag. Maar ja, bon. Oké, waar zijn we? Verlaten. Verlaten locatie. Oh, mijn lamp. Ah, je parkeert gewoon weer op het terrein. Insane, met de camion. Oh, met de camion kan alles en alles mag. Dit is de locatie, boys. Kijk eens aan, verlaten boerderij. Verlaten. Hey, Brada, is dat hier wel verlaten? We gaan hier even binnenkijken. Aha, hier raakt nog een jas, inderdaad. Oh, shit. Dak stort bijna in. Dit zijn stallen. Stallen? Ja. Stallen, inderdaad. Hé, hey, maat. Hier komen we in het huis. Echt? Ja, ik denk het. Dit was de keuken. En dan komen we verder en dan zien we hier nog een tafel staan. En dit is een zwerverspot geweest. Daar is een voordeur en hier is de badkamer. Besef dit, maat. Hoe klein. Dit is een bad. Voilà, dit was de locatie. Dit was het. Niet veel te zien. Helaas staat er niet meer veel in. We gaan terug die waggy in. De takelwaggy. We zijn lusso. Alright, ineens zijn we hier op café. Met Gillian. En we hebben een nieuw idee. En het baasje is er ook bij. Siep, loop weg. Doei. We zijn dus met de takeldienst. We gaan dus Gillian zijn ma pranken. Dus Gillian heeft een vervangwagen. Deze, want de vorige heeft hij al in de prak gereden. Maar nu gaan we dus zijn ma video bellen. En zeggen dat Gillian deze ook weer in de prak heeft gereden. Dat we die nu moeten takelen. Helemaal droeloe op de takelwagen. We gaan de camion nu op een goede positie zetten om de auto op te laaien. En dan Gillian zijn mama bellen. Ik ben echt benieuwd naar die reactie. Het is al een vervangwagen. Dus die gaat niet happy zijn, joh. Wow! Wow! Hey! Oh shit, ineens ben ik weg. Loesoe. Bazeke. Op de kermis. Hallo. Hallo. Ik heb een groot probleem. Oei, oei. Ik heb een snelheidsrempel genomen. De wat? Een snelheidsrempel. En dat is iets te snel, denk ik. Ja. Wat? Ja. Die kerel van het takeldingen zegt dat de versnellingsbak kraakt is, dat die kapot is. Die rijdt niet meer. Ja, daar gaat nu veel geld kosten, hè, joh. Ja, nee, die doet niks meer. Die heeft nog gas, maar die beweegt niet meer. Die beweegt niet meer? Het is goed. Nee. Het is prank. Het is een prank. Het is een prank. Hij heeft hem opgeladen. Er is niks aan de hand. Nee, ik heb niet gedronken. Jij wel. Ik wel, ja. Maar geef. Mijn uren lopen, kom! Ah, ja, oké. Okay. Yep. Op de takelwagen rijden, want wij moeten NAF besparen. Dus wij rijden mee met Björn. Echt heel gek om in je eigen auto te zitten, terwijl dat ding aan het rijden is. Dat klopt dat zo niet. Dat is gek, hè? Want je zei, ja, dit is perfect voor video's te maken als we het doen alsof we rijden. Dat is echt gelijk zo'n Hollywood shit. Zo nemen ze de films ook op, hè? Ja. Zo de race shots, hè? Ja, de licht uit. Ah ja, licht. Oh nee, we zitten eruit. Kijk eens aan, we rijden. Dat is heel gek, hè? Die... Oh, dat is niet fijn, joh. Ze is ook zo aan het waggelen. Maar je moet er zomaar op vertrouwen, maar daar zit veel veer. Ja, dat zit vast ook, hè, maar toch? Hé, maar dat is wel chill. Ik voel me echt in een VIP-taxibus. Gewoon op een award show aankomen met dit. Oké, we stappen hier uit, want we zijn aangekomen bij een nieuwe verlaten locatie. Let's get it, boys. Oep. Verlaten gebouw 1. Let's go. Ik betwijfel of hier een ingang gaat zijn, eigenlijk. Er staan nog bedden binnen, inderdaad. Oh, ik wil echt binnen kunnen. Boys, die deur is open. Oh, de plannen van het gebouw. Daar zijn we binnengekomen. Niet te veel naar daar schijnen. We gaan naar daar. Hangen er sensoren of camera's of iets? Niet dat ik zie. Wow, hier. Is dat je? Daar. Nee. Chill. Dit is die kamer met dat bed, boys. Wow. Kijk eens aan. Een bed van een rusthuis. Badkamer. Dit was dan gewoon een eenpersoonskamer. Het bed staat er nog. Hier is Janine aan het koken. Janine met de kaarten aan het spelen. En hier is nog een kamer met een bed. Wow, het staat er gewoon nog. De matras zelfs. Daar nog een stoel en een eetbakje of kotsbakje. I don't fucking know. Nog een kamer.
Met de bed. Aan. Wel vet dat het hier nog staat. Fles water, alsof hier nog iemand leeft. What the fuck? Hé, bradas, gekke patas. Dat is uw maat, hè, maat? Dat is uw maat, hè, maat. Dit zijn de kleedkamers. Hier ligt nog van alles op de grond. Pantoffels, kleren. En dit zijn de lockers. Kijk, gewoon werkschoenen. Van mensen. Hier staan nog rolstoelen, een rolstoel en een fiets. Brandblusser, schoenen. We nemen de trap naar boven. De volgende gang. Hier ligt een matras op de grond. Dit zijn ook nog allemaal kamers. Hier is ook nog een matras. Kussens. In het midden van deze gang staat nog een wahetstoel. Wee, massagestand. Oelee. Hier ligt nog tandpasta. Deodorant. Parfum. Het water werkt niet meer. De gezamenlijke ruimte. Kijk eens aan, een grote ruimte. Helemaal droeloe. En de keuken. Alles staat hier nog. De koffiejatten. Oké, let's go. Hier is weer zo'n bad. Oh, kijk, hier staat nog van alles. Wasbak. Een bad. Echt zo'n speciaal bad om oude mensen te wassen. Hè? Een verpleegster of een zorgkundige. Die ging dan een oud vrouwtje of een oud manneke verzorgen en wassen in dit bad. Dat is wel nice, joh. In zo'n tweede verdieping. En hier is ook zo'n bad. En hier hangt politielint. Nee. Ja? Er hangt politielint. Hoezo? Kijk, en hier staat ook zo'n soort van stoel, wagen, I don't know. Ja, wat is dit? Hangmat? Ah, weet je wat dat is? Eucalyptus. 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 Er zit heet water in en dan is dat zo, dat is goed voor de adem. Maar nee, dat moet er niet in. Dat dampt gewoon en dat is goed voor de... Ah, die planten of wat? Zoiets, ik weet het niet. Maar het is zoiets met eucalyptus, dat daar zo hete damp en shit is. Ja. Dat is wel interessant. Dat is ook in de douche hangen. Zeg eens, ah... Het is gewoon hier opgeruimd. Ja, maar hier ligt. Dingen om te wassen. Ja, hier ook om te schrubben. Echt waar? En dan dit insane groot bad. Spuit, spuit. Doe eens spuittest. Spuittest van parfum. Die we hier hebben gevonden. Nee, doe het mij. Doe het mij. Doe het mij hier. Nee, echt. Ja. Die brandt dan zo. Oh! En het is wel echt een tering. Ik ben verliefd. Steel nooit iets op Urbex locaties, want dat is echt niet goed. Kom. Hier hangen foto's op van de mensen die hier hebben gezeten. Janine weer aan het gaan. Ja, Janine weer, hè. Dat is Cedric. Is dat niet Francesca? Nee, Cedric. Ik ga het ombouwen. Thumbnail. Doe hier thumbnail bij Janine. Wat ik hier... aantreft, is ongelooflijk. Dit hebben jullie nog nooit gezien. Een gang. Verdieping 3. Let's go. Hier hangt nog iets, ja. Hier hangt nog een jas met een stilo in. Outfitje van iemand. Hé, hier ligt een koffer met geld in. Wow, zolder. Wow, dat is eng, joh, maat. Waarom ligt hier kaas? Waarom ligt hier snoep? En de zolder staat open. Ik ga even boven kijken. Ja, zie je, als even boven kijken. Ik ga boven kijken. Oké. Brada. Oh, maat. Hier is vies veel opslag. Allemaal dingen van kerstmis. Kijk, kerstboom, decoratie. Daar staat het zelfs op, kerstmis. Allemaal gebreien mutsen. Wat dit? Fles champagne. De tombola. En het ligt hier vol met speelgoed. Kijk, dat is hier gewoon allemaal blijven liggen. Ik wist het. Ik wist het gewoon dat ze dat hadden dichtgemaakt. De paljaskes. Dat heeft me weer geprankt. Hé, hey, boys, doe dat eens open eigenlijk, want... Ja, ik kan dat van hier niet open doen, hè. Doe eens oefen! Oefen doen! Oh! Goeie prank, mannen. Goeie prank. Wauw, joh. Yo, boys. Vergeet niet naar de gym te gaan. Killtrition.nl. Hey! Yo. Killtrition? Is dat van Giovanni Latoy? Killtrition.nl. Overnemen! Prada, maar is dit me niet. Ik had dus rap een vraag. Jullie misschien meer Urbex-videos willen op deze stijl? Ik zal rap even een voorbeeldje geven voor jullie. Kamer. Goed, we zijn klaar. Rotten dat je alles. Nog een bed. Oh my god. Dit hebben jullie nog nooit gezien. Dit is echt waardevol. Een stopcontact. Oh my god. En die zit zelfs niet op dezelfde hoogte. Dat is authentiek. Dat wil zeggen dat het miljoenen waard kan zijn. Dat is... We hebben hier een professional bij ons, Bjorn. Bjorn, wat denk je dat het ook toch waard is? Ik heb het thuis gevonden. Mijn oma heeft het ooit... Sprakeloos. Sprakeloos. Zo, dit was weer rijker als je denkt voor... Hé, hey, maar dat bed vind ik wel sick.
Wat is zo'n hangerken nog? We hebben hier vandaag een specialist voor bedden, Bjorn. Ziet je dit? Bjorn, wat denk jij dat dit bed nog waard is? Ronald heeft zijn bed namelijk gekocht op een rommelmarkt voor slechts 25 euro. 25 euro? En hij vroeg zich af of het iets waard was. Nee. Het is dus niets waard. Nee, het is van plastic. Oké, dan zullen wij het weggooien. Ronald, dat is dan 54 euro voor het containerpark. Wat zijn de mannen van plan? Mannen, maak ik er nog uit? Ik ben niet dement of zo, hè? Chris heeft tal van pinten op zak. Weer al de badkamer. Gaat geen skin lotion voor dingen te doen? Wat is dit eigenlijk, Siebe? Dus dat is een mens in badden plaatsen. Ja, een tillift. Dat noemt een tillift. Ah, is dat omdat mijn vriendin dokter is? Papa heeft een andere thuis staan. Dat is met koven in. Ja? Dat is een ingang. Dit is eigenlijk aan dan een beetje het koven. Daar hang je echt zo. En je moet daar wel in zitten. En je kunt daar door kakken, of niet? Dat gaat ook, ja. Als je verlamd bent, kunnen ze je zo op het toilet zetten. Oké. Okay. Bjorn wordt vervoerd naar kamer 3. Bjorn, gaat het, meneer? Oh, hij is bijna aan zijn einde, maat. Zo dromen met patiënten meestal af als handen. Als je die in de kamer moet rollen, zit je een kwartier extra bij kijken en een spuitje bij zijn niet, dus dan gaan we. Ja, dat doe ik niet. Hallo, bij een nachtverpleging. Dag, mensen allemaal. Vanavond zijn we hier bij de nachtverpleging. Hallo, bij de nachtverpleging. En dit is Sias, onze thuisverpleegster. En die gaat ons vandaag tonen hoe dat Janine een rimspuitje... Ja, we beginnen dus eerst met de rimjob. Daarna volgt natuurlijk het... gaan we richting de badplaats. Even kut. Kijk, dat noemt zich dan een professionele cameraman. Kan niet eens We gaan eens even kijken wat hij te doen heeft. Ik moet dadelijk met mijn rest nog... We hebben nog wel eventjes tijd. Waar is de badkamer? Hier. Hallo, weet het beter? Hallo, wat? Hallo, weet het beter? Mag ik vragen om even plaats te nemen? Dan kan ik een korte demonstratie doen bij u. Janine is momenteel nog aan haar lunchpauze bezig. Wilt u even plaats? Hoe zou ik standaard in bad gaan? Op dezelfde manier. Ja. Okay. Hoe jij normaal in bad gaat? Oké. Dat is perfect in de rimpositie. Dus wat wij dus doen, is eerst even een rimjob geven. We stappen dan gewoon zelf ook in het bad. En dan, ja, dat blur ik wel even. Helemaal zo. Dan doen we zo. Ah, stop toch. Dit is toch niet de bedoeling van deze series. Ah. Zoiets had ik niet verwacht bij deze aflevering. Ja, we stoppen voor vandaag. Dit is niet wat u denkt. Dit is niet wat u denkt. Hier stoppen we vandaag. Oh, shit. Oh, auw. Meneer, wat doet u nu? Volgende week zaterdag zijn we er weer met Hallo in de Nacht. Dit is niet oké. Deze aflevering wordt nog gevolgd met Hallo bij de Nachtpolitie. Dit was de bureau, ja, van een hoofdverpleger of zo, of wat staat hier? Diensthoofd. Diensthoofd, inderdaad. De bureau, administratie, alle documenten. Wat heb je hier weer gevonden? Hé, maar dat heb ik legit nog nodig, staat op mijn lijstje voor kerstmis. Opa! Dit was de hoofdingang en had je hier gelijk de balie, de receptie. Het is echt een zwembad. Kijk hoe diep! Kijk! Vanaf hier is het water. Er moet een stroomkabel door. Maar maat, hoe diep, hoeveel water is hier? 500 likes, kom hier zwemmen. Nee, maat. 10.000 likes, ik kom hier zwemmen. We gaan terug naar buiten. Mannen, ik lig in mijn bed en wajow, ik ben echt kapot. Ik ben echt... Zoals beloofd ga ik even alle lidmaatschappen, alle nieuwe leden van mijn channel even zeggen. Als je zelf lid wilt worden, kun je dat doen. Dat gaat momenteel enkel via computer. Kun je links onderaan mijn video. Als je video aanklikt, kun je lid worden duwen. En even kijken wie nieuw lid is geworden. We hebben Bert Mellen, de rimmer. En Bjorn van Wingen, de rimgod. Insane. Ik denk dat ik iedereen heb vernoemd, gisteren ook. Elke dag vernoem ik de nieuwe leden. Die er die dag zijn bijgekomen, dus woppa. Boys, ik wil jullie bedanken om te kijken naar deze video. Like even de video, reageer iets in de comments. Stuur deze video naar al je vrienden en vriendinnen. Ik check jullie morgen om 6 uur. En zoals ik altijd zeg, boys, ratata, tjalaas.